opgelet allemaal, hè? Dit is een leader. Ja. En kom maar. Heel aanzien. Dankjewel. Steko, mochten we nog twijfelen, wat we een heel klein beetje hebben gedaan, het beste publiek is in Groningen. Absoluut. Absoluut. Nee, zo'n onthaal hebben we echt nog nooit gehad. Nee, met afstand. Ja. Dank jullie allemaal wel. Welkom bij Topnames. Iedere dinsdagavond zenden we normaal gesproken vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Af en toe gaan we op locatie. Vandaag zijn we te gast bij Voice in Groningen. De hele dag zijn we al mooie interviews aan het doen met prachtige ondernemers. Komt allemaal online te staan. En vanavond is er een prachtig publiek, het beste publiek ooit bijgekomen. Gaan we nog 3-4 mensen hier spreken. Max, jij bent er één van. Ja. Max Holthausen, je bent van de Holthausen Clean Technology Groep zelfs misschien? Nee, de Holthausen Groep. Oké. Wat doe je? Wat doen jullie? We doen heel veel diverse dingen. Voornamelijk waar de meesten ons ondertussen van kennen is of van industrieel gassenverkoop en van het vullen van je gasfles. Maar ook ondertussen van het waterstof. Dus het ombouwen van voertuigen naar waterstof en het exporteren van tankstations. En daar zijn we op dit moment heel erg druk mee. Die waterstoffen gaan we het nu even over hebben, ja, voornamelijk, toch? Dat is ook echt jouw ding, hè? Ja, daar hou ik me ook mee bezig. De rest kan ik je eigenlijk ook vrij weinig over vertellen. Dat is niet mijn tak. Hey, want wat voor projecten heb jij lopen op dit gebied, op het gebied van waterstof? Behoorlijk wat. We zijn op dit moment druk bezig met het tankstation uitrollen in Amsterdam en in Groningen. Een grote openbare. We zijn druk bezig met op dit moment voertuigen voor gemeentelijke werkzaamheden. Waaronder vuilnisauto's. We zijn ook bezig met projecten met stadsbussen. Nou, ik weet dat ze in Amsterdam daarmee piloten ook. Ja. En hier in Groningen ook zijn we ook druk bezig. En binnenkort wordt de concessie ook uitgeschreven naar... Hopelijk. voor waterstofbussen in Groningen. Maar ook tegelijkertijd voor Amsterdam zijn we er ook mee bezig. En we hebben ook ondertussen dat we bezig zijn met Barcelona en nog enkele andere landen waar we in grote steden waar we voertuigen gaan verkopen. En waarom, voor wie dat niet weet, is die waterstoftechnologie zo belangrijk voor de toekomst? Het is vooral heel erg belangrijk voor de toekomst als energiedrager. Dus bijvoorbeeld om piekvermogens op te vangen in zomerperiodes en het in de winterperiode weer te kunnen hergebruiken. Omdat je bijna, je hebt wel verlies bij het produceren van en het opslaan. Maar je kan het wel langdurig vasthouden en daarna weer gebruiken. En aan de andere kant is het natuurlijk voor voertuigen is het heel erg belangrijk. Omdat sommige voertuigen willen gewoon niet met batterijen. Bepaalde werkzaamheden die, als je dat met batterijen, een hele voertuig vol met batterijen zou gooien, dan kom je niet ver genoeg. Dan kan je niet lang genoeg rijden en dan vallen ze dus buiten de boot. En daar komt waterstof om de hoek kijken. Hoe ben jij hier zelf in dit specifieke, op dit specifieke terrein verzeild geraakt? Een beetje ingerold eigenlijk. Het is niet specifiek een keuze geweest. Ik ben er eigenlijk bij in terecht gekomen destijds als... dingen doen die ik eigenlijk helemaal niet wou doen. Dus ik deed eigenlijk de rotklusjes, zo gezegd. Binnen het familiebedrijf. Ja, zo begint het vaak. Ja. En meer een beetje, ik zou het haast dagbesteding noemen doen. Maar zo binnengekomen en destijds heel erg lang als engineer gewerkt. En nu voornamelijk verantwoordelijk voor sales. Dus met sales in het buitenland ook voornamelijk. Dus omdat mijn vader eigenlijk wel heel technisch is en alles wat kan vertellen. En ik ook, alleen niet heel goed is in Engels. Ja. Daar kwam het dan om de hoek kijken dat ik hem dan meehielp. En je groeit een beetje overal ergens in. Je doet het niet expres. Het gebeurt gewoon. Ja. En die waterstoftechnologie, er worden allerlei experimenten mee gedaan. Toch heb ik het idee dat dat ergens tegen een barrière aanloopt. Hè? Klopt dat? Of zie... Wat voor barrière? Nou ja, de implementatie. Van, kleine experimentjes, maar... Wat ik heel vaak zie is dat iedereen doet inderdaad kleine experimentjes. Niemand zet echt door en doet het. Hoe komt dat? Want het is, dat weet ik niet. Het is aantoonbaar. Ik heb geen schoon. Dat durf ik eerlijk gezegd niet eens te zeggen. Want wat wij ook doen. We hebben gezegd tegen de gemeente destijds dat we een tankstation neer zouden zetten. Dat hebben we gedaan. Er staat nu eentje in Groningen waar we kunnen tanken. En waar de voertuigen ook afgetankt worden. En er komt nu een tweede bij. En ook tegelijkertijd met de voertuigen. Hun zeiden tegen ons destijds van hey, kunnen jullie een veegmachine op waterstof bouwen? En dat zeiden ze destijds tegen René. En René had toen gezegd van ja, dat kan. En vervolgens zijn we ermee begonnen. En een soort van gaan experimenteren en dat is gelukt. En dan gaat er een wereld voor je open dat het werkt. Hij rolt de deur uit, dan moet je nog optimaliseren, maar het werkte. Het was bewezen, het kon.
En zo ben je eigenlijk, ga je door en ga je door en blijf je steeds meer, ga je steeds meer voertuigen bouwen. En dan ga je in één keer op een gegeven moment ga je opschalen. En dan ga je een productiehal schafje aan en daar ga je beginnen met produceren van 550 voertuigen per jaar. Ja, en dat is wat jullie nu doen? Dat doen we nu. Ja. En we zijn zelfs nog bezig met grotere stappen door ook bijvoorbeeld componenten te gaan produceren. En dat soort dingen allemaal, maar voornamelijk op dit moment voertuigombouw. Ja. En dat zie je bij heel veel anderen, ja, die, ik weet niet wat het is, maar zetten heel veel zetten niet door. En die blijven, die doen het toch niet. Ja. Ik denk ook omdat het is tegelijkertijd ook wel heel duur. Het is een dure aanbesteding om ook te gaan doen, om erin te investeren. Want als je een voertuig binnen hebt staan, de onderdelen alleen al kosten een fortuin. En ja, als je dan meerdere voertuigen binnen hebt staan, dan moet je behoorlijk kapitaal neerleggen aan onderdelen voordat je geld krijgt van je klant. Ja. Dus dat is misschien ook wel een bottleneck. Die barrière ja. is qua kapitaalintensiteit. Op dit moment is het denk ik echt kosten. Ja. Hey, en jullie bouwen voertuigen om en toen dacht jij, weet je wat, ik doe eens gek. Een auto die al milieuvriendelijk elektrisch rijdt, die ga ik nou eens ombouwen op waterstof. Want ja, je bent een beetje bekend geworden in het wereldje door nogal een opmerkelijk project. Vertel eens. Ja, we hebben de Tesla. Ik heb zelf een tweedehands Tesla gekocht vorig jaar. Toen Model ik, S? Ja, Model S toen ik 18 was. Ja. En die heb ik omgebouwd. Was dat je eerste auto? Nee, tweede. Toen omgebouwd tot waterstofauto, om met een range extender. En eigenlijk was het doel er een beetje achter. Het was begonnen als projectje in de avond. Om eigenlijk, omdat ik steeds meer in dat verkopende gedeelte kwam en minder met mijn vader samenwerkte op de werkvloer. Omdat hij is eigenlijk ook gewoon op de monteur op de werkvloer en die bouwt dus ook de voertuigen. Ja, je miste de werkplaats? Ik miste het nog niet zozeer. We misten gewoon het samen doen met z'n tweeën. En daarom zei ik op een gegeven moment van, het lijkt me wel leuk. Want het leek ons allebei heel leuk om een Tesla te bouwen. En vervolgens zijn we dus, toen op een gegeven moment zei ik van, ja, we gaan het gewoon doen. Maar waarom zou je een Tesla ombouwen? Ja, ik vond een Tesla mooi. Ik vond maar wat wil je daar dan mee? Ik wou gewoon bewijzen wat je met waterstof kon. Ik wil laten zien en wat was dan het idee? Laten zien dat je heel dat het echt wel toegevoegde waarde heeft. Dus dat je ook meer kilometers kan halen dan met batterijen. Ja, maar je hebt niet de accu's eruit gehaald. Nee. Je hebt een waterstofmotor erin gezet. Ik heb ook laten zien dat waterstof, dat het geen strijd is tussen elektrisch batterijen en waterstof elektrisch, maar dat het samen kan werken. Want met waterstof laat jij onderweg je accu's op. Dat is hoe klopt, het werkt, toch? Ja, bij dit voertuig is het inderdaad, hij laat hem op tijdens het rijden. En het was ook heel erg groot om gewoon te laten zien van, jongens, dit kun je ermee. Het was een eye-opener voor heel veel mensen voor waterstof. En tegelijkertijd ook, het heeft de regio ook gedeeld op de kaart gezet. En ons als bedrijf ook. En je liet gewoon zien dat elektrische batterijen en elektrisch waterstof prima samen kunnen leven. Ja, en dan heb je zo'n idee, maar die strijd. Hoe ingewikkeld is dat om dat te realiseren? In het begin best ingewikkeld, maar dat is eigenlijk elk voertuig die bij ons binnenkomt. Want jij krijgt ook al krijg je een dieselvoertuig binnen en moet je hem eerst elektrificeren en dan waterstof opbouwen. Dan zelfs dan is het een uitdaging en daar hebben we gelukkig ook heel wat klappen. Er zijn over het algemeen nog dingen waar mechanische componenten in zitten. En zo'n Tesla is gewoon een iPad op wielen, toch? Ja, maar in principe werken ze toch wel redelijk hetzelfde. Want dat hele ding wordt wel aangestuurd door Canbus. Ja. En zo wordt het ook met de dieselvoertuigen gedaan. En ja, die moet je veranderen. Daar moet je aanpassingen in aanbrengen. En dat is wel een aardige, pittig iets om te doen. Maar het is wel na een paar weken was dat wel gelukt met de Tesla. Het viel toch hoe mag dat? In principe, als je hem koopt, mag het. Ja, het is jouw eigendom. Ja, het is eigendom, dan mag het. Wij verkopen de Tesla in principe niet, dus dan mag het. Het is een project. Daarom staat er op de zijkant van de auto project Tesla. Dan mag het, dan valt het net binnen de lijntjes. Maar heb je reactie gehad van ons, of niet? Wat gemixte reacties van Tesla zelf en dan meer van de service centers. De een die is heel positief, die vindt het hartstikke leuk en de ander die vindt het totaal helemaal niks. En die wil het liefst dat je zo snel mogelijk weggaat. Maar voornamelijk de laatste tijd, wat we zien hier in Groningen in ieder geval, is dat het heel erg positief is. En er wordt ook weer gewoon geholpen. En want er was wel een tijdje dat ze zeiden, ja, je hebt er wat aan veranderd, garanties vervallen, zoek het lekker uit. Dat is op een gegeven moment wel een behoorlijk probleem geweest, want ik had op een gegeven moment een accu-stuk. En wat andere onderdelen stuk, en dat lag niet eens aan mijzelf, dat was gewoon van de Tesla, die was gewoon ouderdom en was gewoon overleden. En door andere kwaltjes van het ding zelf, omdat het gewoon een van de eerste modellen was. Maar verder, uiteindelijk zijn ze toch wel mee in zee gegaan als je het gewoon uitlegt. Je moet het ze laten zien. Kijk, als je er aankomt met een Tesla op waterstof, ja, dat ding is aftermarket ongebouwd. Daar gaan wij niet aan werken, dat is gevaarlijk.
Ja. Tenzij je ze gewoon echt even erin meeneemt en laat zien van oké, maar hoe is het nou? Ja, maar werken dan nu in die Tesla nog wel de software-updates en dat soort dingen? Ja, die werken nog steeds. Ja, krijgen nog steeds updates binnen. Niet dat je heel veel binnenkrijgt op een 2013 model, maar als ze binnenkomen, krijg je ze nog steeds. Hey, voor mijn beeld, jij en je vader, s'avonds in de garage aan het sleutelen. Ja, zo is het eerst begonnen totdat Stefan een keer bij Founder Talks in Groningen zijn mond voorbij gepraat was over dat wij ook een Tesla aan het bouwen waren. En hij was er gewoon een beetje heel snel overheen gepraat. Van nou ja, we zijn ook nog bezig met Tesla en met bussen en met vrachtauto's. Zo praten die erover. En dan had een journalist opgepakt. En de volgende dag zat ik in de auto en waren we bij het tankstation geweest voor in Winsum, een groen gastankstation van ons, waren we bezig geweest voor reparatie. En ik zat met mijn vader in de auto. En toen zagen we het eerste artikel online komen. Toen zeiden we van gelukkig. Dat is niet groot in het nieuws ingekomen. Het is RTV Noord. Dat kan niet heel ver komen, dachten wij. En een half uur later zeiden we van, er zal vast wel niks komen. En in één keer belde RTL Z. Ja, dan sta je in één keer op RTL Z en dan gaat het in één keer ook heel hard. Dan nemen allerlei nieuwsmedia het over. En volgens mij binnen een paar dagen zaten we op 50 miljoen hits. Dus dat ging wel even iets sneller en anders dan gepland. En het is wereldwijd, is dat gedeeld, hè? Ja, het is zelfs nu nog steeds, als ik met bijvoorbeeld klanten die vanuit Ierland komen of vanuit Californië of vanuit Tokio, waar je ook rondloopt en je begint over waterstof en je hebt het zo over met voertuigen. Oh ja, er is ook een Nederlands bedrijf, die heeft een Tesla, is wel een Tesla op waterstof. Ja, dat is wel leuk. En ook dat je bij sommige bedrijven hoort, want ik had laatst een klant uit Ierland op bezoek. En die zei gewoon van, we hadden jullie gevonden, omdat we via via gehoord hadden van, ja, als je bij waterstof, dan moet je bij Volkswagen zijn. Want die hebben ook een keer een Tesla gebouwd. Ja, maar die Tesla, zoals die dan is gaan heten, daar kun je wel 1000 kilometer mee rijden. Ja. Ja. Terwijl die gewoon een Tesla ben je na 500 kilometer wel klaar, toch? Deze 350. Met 350, ongeveer. Het eerste model. Ja, ik heb 85 kilowattuur accupakket heb ik eronder zitten en die is ongeveer 300, 350. Ja. Wat ik het lijkt ook een beetje een gimmick of een geintje, maar het is natuurlijk een absoluut serieus model. Het heeft serieus wel toepassingen en je kan het ook wel daadwerkelijk goed gebruiken. Ja. Het is alleen natuurlijk veel te duur voor zo'n auto, maar het is, daarom is het gewoon leuk. Maar het is in principe, je hebt er wel wat aan. Je kan wel langdurig rijden zonder dat je hoeft te laden. Welke toekomst zie jij ervoor? Ik zie voornamelijk, denk ik, niet eens voor die Tesla toekomst, maar ik denk voor het range extender idee zie ik echt wel toekomst later. Omdat vooral als we die kosten, als wij die dingen in grotere aantallen zouden produceren, dan gaan die prijzen omlaag. En dan denk ik dat het perfect zou zijn voor elektrische auto's. Omdat je heel veel bedrijven zullen ook overgaan voor vertegenwoordigers op elektrische auto's. En die moeten natuurlijk ook laden. En als ze soms ook naar Amsterdam en Rotterdam de hele dag in de weer moeten rijden door het hele land heen, dan denk ik dat het echt wel toegevoegde waarde heeft dat je straks een waterstof range extender hebt. Ja. Hey, we zeiden het in de introductie al, voor wie zit te kijken on demand en het begin gemist. We zitten hier in Groningen. Ja. Nederland gaat van het gas. We zaten voor de uitzending ook een beetje te filosoferen over een waterstofnetwerk. Hè? Dat het kan. Van die gasleidingen liggen er allemaal, als die niet meer gebruikt worden. Er zijn van allerlei tests gaande met testen van waterstof door het leidingwerk heen. En het is nou bewezen, het kan, het wil. En je kan er ook gewoon op koken. En je kan er ook in principe kan je het gewoon dezelfde manier gebruiken als dat je nu op aardgas kookt. Kun je ook je huis verwarmen, zoals je dat met je normale cv-ketel doet. Het hoeft niet allemaal elektrisch. Dus een heel groot gedeelte zal ook in de woningbouw overgaan op elektrisch. Maar daarentegen zal ook een heel groot gedeelte gewoon op waterstof gaan. Omdat in principe hoef je heel weinig investeringen te doen om je huis op waterstof te laten draaien. Ik denk dat je voor een paar honderd euro ben je klaar om met alles aanpassen. En verder is het gewoon een genoodzaakt iets van de staat om die leidingen aan te passen. Maar dat is een speciale coating die er doorheen moet. Ja. Hey, nog even terug naar die... jullie zitten natuurlijk vooral in transport. Ja. Je zegt van die Tesla is eigenlijk een geintje, dat gaan we niet structureel doen. Aan de andere kant is het een hartstikke mooi uithangbord. Je zegt het zou voor andere elektrische auto's wel toepasbaar zijn. Heb jij überhaupt al wat gehoord? Heeft Volkswagen jou gebeld? Of Elon Musk niet, maar we werken wel samen met Volkswagen en onder andere met Mercedes. Zijn we druk bezig om de bestelbussen elektrisch en waterstof uit te brengen. Die combinatie? Ja, we hebben nu een elektrische variant van de VW Transporter. Die hebben wij klaar. Die is ook gereed voor de markt en die is ook verkoopbaar op dit moment. En het waterstofmodel, daar zijn we nu mee bezig om die af te maken. En die zal binnenkort ook online gepost worden, dat die ook beschikbaar is.
En dat doen we op dit moment samenwerking met Centuri en Wensink. En de Centuri zit in Groningen en Wensink ook. Ja. En daarmee zetten we die busjes op de kaart. En tegelijkertijd bij Wensink ook nog de grotere bussen, dus de Mercedes stadsbussen. En bij Centuri dus alleen de kleine bestelbusjes tot grote zware bestelbussen. Ja. Hey, hoe kan je nou zonder stroom staan in Emmeloord als je een Tesla hebt met een... Sorry, maar hij was te laat voor... dat moeten we even bij vertellen. Hij was te laat voor de vorige opname, want je stond zonder stroom. Ja, we hadden een andere auto meegenomen en een andere Tesla. Oh, niet je waterstof Tesla? Nee, dat ten eerste, okay. Want ik dacht van... We waren er gisteren nog mee bezig geweest en ik dacht... Die grote afstand, ik moest hem nog testen en dan direct daar weer heen. En ik heb allemaal afspraken staan, ik neem wat anderen mee. Dan weet ik zeker, dan moet ik gewoon laden. En dan weet ik wel, dan komt het wel goed, dan ben ik hier op tijd. Dat was de planning. Ja, dat ging even iets anders, omdat ik bij Tesla uiteindelijk in Amsterdam niet kon laden. En waardoor ik te weinig range had om richting Groningen te gaan. Geland in Emmeloord, toen werkte dat ding niet mee, wou ik niet opladen. Ik ben een half uur erbij gezeten om hem aan de praat te krijgen voordat hij überhaupt wou snel laden. En toen denk je, die ging die aan en toen was het van halleluja, hij werkt. En laden en toen daarna hierheen. Ja, dat hoort nog bij de begintijd van nieuwe technologieën. Ja, ik weet ook niet wat het was. Ik gaf allemaal errors, dus ik heb geen idee. Ik heb de stekkers van de laadkabels, of van die naar de junctionbox toe gaan, die heb ik vervangen. En laatste vraag van mij, wat heb jij geleerd van dat hele avontuur met de Tesla? Je neemt binnenkort het bedrijf van je vader langzaam een beetje vader en oom, overnemen. Hoe vertaal jij dat naar de toekomst van jullie bedrijf? Het zal in de komende jaren gebeuren, denk ik. En misschien ook nog wel langer, ik heb geen idee. Dat zien we ook allemaal wel, want het gaat op dit moment ook hartstikke goed. Ja. En ik denk dat het aan de ene kant ook heel positief is dat er nu dat ik er ook wel bij zit. Omdat het wat jonger iemand in het bedrijf qua andere visie op hoe je iets moet gaan doen. Dus we gaan meer van dit soort leuke projecten in? Ik denk het wel, ja. En ik denk ook dat we een hele andere manier van omgaan met social media en dat soort dingen ook gaan zien. Ja. Omdat wij heel erg, de meeste bedrijven die doen het allemaal nog op de standaard manier. En ik denk dat daar ook wel een flinke verandering in zal komen. En dat is ook wel heel erg positief voor het bedrijf. Je hebt je eerste viral te pakken, dus... Ja, dat is één. Afgelopen weekend was hij opgenomen voor de VRT in België. En daar is hij ook weer helemaal viral gegaan in België afgelopen week. Okay. Dus dat was ook wel leuk om te zien. Ja, nou, super man. Gaaf man. Hey, mooi verhaal. Dus dankjewel. Dankjewel. Jullie bedankt voor het kijken. We bedanken Jetstream hier vanuit Groningen, die er al zo'n 8 jaar voor zorgt dat iedereen elke week live via internet kan meekijken. We bedanken PQR voor de hosting van de website. We bedanken vandaag Bax voor de biertjes en natuurlijk Voice voor de gastvrijheid. Kijk je live, blijf dan kijken, want we spreken zo nog 3 gasten. Kijk je on demand, dan weet je dat je dat hele archief plus die 8 jaar van de afgelopen jaren allemaal nog kan terugzien. Jij hoort er vandaag voor het eerst voor, dus ik ga ervan uit dat je de volgende keer... Ik ga heel even kijken spreken, dat er nog iets leuks bij zat. En we gaan zo gezellig verder, hè, met dit publiek. Met dit publiek, ja. Okay, dankjewel. Thank you.